dank ook voor uw introductie. Aangezien wij met een kleine gezelschap zijn hier als Kamerleden, wil ik u het woord geven, meneer Van den Burg. En ik stel voor dat u gewoon een vraag stelt en dan een wedervraag gewoon daarna. En dan neem ik daarna het woord om een vraag te stellen. De heer Van den Burg. Ja, voorzitter. En alhoewel wij twee hier wel zitten, wil ik toch ook richting niet alleen de drie sprekers, maar ook richting de mensen op de publieke tribune wel aangeven dat ik het buitengewoon gênant vind dat wij hier met z'n tweeën zitten. Dit is een buitengewoon belangrijk onderwerp. Iran is een, in mijn ogen, groot gevaar voor de vrede in het Midden-Oosten. Maar los daarvan zitten hier veel mensen in de zaal met een persoonlijke betrokkenheid als het gaat om Iran. En niet voor niets woont u waarschijnlijk in alle gevallen nu ook hier en niet daar. En dan vind ik het buitengewoon kwalijk dat wij hier alleen nog met z'n tweeën zitten. Waarmee ik uiteraard niks negatiefs zeg over de griffier, maar eventjes voor wat betreft de Kamerbijdrage. Dat gezegd hebbende ben ik wel blij met dat wij het toch door laten gaan. Het zou nog erger zijn geweest als we iedereen hier lang hadden laten wachten, waar de voorzitter helemaal niets aan kon doen. Hij moest in de plenaire zaal zijn om u dan weg te sturen. En gelukkig kan het wel gezien worden door onze collega's. En zullen wij het in ieder geval het ook het overbrengen. Ik heb uw bijdrage gehoord en ik heb ook niet heel veel vragen, omdat het betoog wat u houdt, enerzijds meteorologisch, om aan te geven dat we de cijfers soms met een korretje zout moeten horen. Goed ook om van u ook het in breder perspectief te zien, maar ook een, ik zou bijna zeggen, getuigenis te krijgen van mevrouw Pauwels. Wil ik in ieder geval wel gezegd hebben dat ik vind dat wij zoveel mogelijk sancties zouden moeten opleggen. In ieder geval hoort de Republikeinse Garde, wat mij betreft, zo snel mogelijk op de terreurlijst thuis. Maar daarnaast moeten we ook kijken hoe wij het sanctiepakket kunnen uitbreiden. Zeker als je het ook vergelijkt met het sanctiepakket dat we hebben met betrekking tot bijvoorbeeld Rusland. Terecht pakket, maar dan valt er met betrekking tot Iran ook nog wel het nodige te doen. Voor nu, en dat is eigenlijk dus niet zozeer een vraag aan mevrouw Pauwels, want die heeft het al gezegd in haar bijdrage. Maar toch, wat denkt u dat vanuit, ik denk de Europese Unie, want onze rol als Nederland moeten we daarin ook niet overschatten, maar welke nog op te leggen sancties, naast die van het op de terreurlijst zetten van de Republikeinse Garde, zouden het meeste effect hebben op het regime, zonder de mensen te treffen in het land? Welke maatregelen zouden dan het meest kunnen helpen? Mevrouw Pauwels. Dank u, voorzitter. En dank u, meneer Van den Burg. Ik denk nu dat wij